binnen van de ramen zijn alle schroeven verwijderd. En dat betekent dat we nu dit heel voorzichtig gaan proberen los te maken. Door middel van een schroevendraaier die we hier proberen tussen te steken. En als we eenmaal een beginnetje hebben, voorzichtig een beetje breken. En dan komt hij rustig aan los. En dat doen we helemaal rondom. Er zit dus kennelijk een kipnaad in. Daar komt het. Dat je niet te veel kracht probeert te zetten, want die ramen moeten terug. We willen niet dat het aluminium verwarmd is. Dus ik ga voorzichtig met deze helemaal uitgetrokken, losgetrokken. Dus dat betekent dat ik hem voorzichtig met beleid helemaal uit kan halen. Aan de binnenkant heb ik het plasticje gemonteerd om het eerste vuil op te vangen. En dan is die tweede raam eruit. Vorige heb ik stiekem ook al geprobeerd. En je ziet hier inderdaad, misschien dat jullie het ook kunnen zien, bijvoorbeeld bij die twee gaatjes, resten van, daar zit inderdaad een kitrand. En daar zit hij voor de rest helemaal afgedikt. Hier zien we ook wat restanten van die kit, dat het helemaal waterdicht houdt. En er is hier een of andere bruine kit, die zit tussen het hout van de binnenbetimmering en het ijzer van de buitenkant aan. Dus daar gaan we allemaal netjes bij werken, allemaal helemaal schoonmaken en dan gaan we dat mooi meeverven. Dat we ook daar de komende jaren geen last meer van hebben.